drinken, iedereen een pepernoot. Ik wil de fruitpopjes aanraden, maar ik heb ze opgegeten. Dus leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Jullie blijven gewoon optimistisch. Ik bedoel, linksom of rechtsom, die war die moet er op enigerlei manier blijven. Ja, ja, natuurlijk. En wat ik wel mooi vind, we roepen altijd, de war is een laboratorium voor de maatschappij, voor de stad Amersfoort in dit geval, waar mensen nadenken over hoe die maatschappij er over een poosje uit kan zien en wat daar belangrijk voor is. En eigenlijk uit het enthousiasme wat je hier ziet, die mensen die steeds weer komen, blijkt eigenlijk die betrokkenheid. En is eigenlijk hoe nu die verkoop van de terreinen gaat, meteen ook weer een soort exemplarisch voor waar de VAR eigenlijk voor staat. Van dit soort vragen oproepen en mensen alle proberen uit te vinden hoe je daar goed uitkomt. Nou, dat gesprek met Rovase, dat moet nog plaatsvinden, moet zelfs nog geprikt worden. Er is ook nog een verhaal dat zingt rond dat jullie niet met Rovase wilden overleggen of in samenwerking wilden. Is dat zo? Nee, dat is niet zo. Nee, we hebben een dag na die raadsvergadering, naar dat interpellatiedebat, hebben Rovase uitgenodigd voor gesprek. En die riepen meteen morgen, overmorgen? Nee, die riepen, we hebben over een poosje tijd om een afspraak in te plannen. En dat over een poosje, dat zou deze week moeten gaan gebeuren. Ik zag vanavond toevallig een Twitter voorbij komen van Kees Verhoeven, D66, Tweede Kamerlid, die een miljard in gedachten heeft voor innovatie. Zoveel hebben jullie niet nodig, toch? Nee, dat kan voor minder. Dat kan voor veel minder. Zou Kees weten dat hier in Amersfoort iets innovatiefs gebeurt en dat D66, zijn eigen club, hier de grootste partij is? Ik denk het niet en ik vraag me af en toe ook af of de lokale politiek wel weet wat er in de war gebeurt. Want in de kranten en in alle reacties lees ik nog steeds dat het gaat om een culturele broedplaats. Terwijl er hier zoveel meer gebeurt op het gebied van innovatie, wetenschap, noem maar op. Heb jij hier in het verleden of recent veel gemeenteraadsleden gezien? Recent heb ik een aantal raadsleden wel intensiever gezien, maar dat ging er vooral over die verkoop. Maar ik heb heel zelden raadsleden gezien die gewoon op activiteiten afkwamen en zich daar in elk geval bij mij actief over informeerden. En als we dan zeggen van een aantal raadsleden, dan wil ik weten hoeveel ongeveer. Hebben we het dan over 4, over 3 of over 9? Dan hebben we het hier over een stuk of 3, 4, ja. We zijn al 6 jaar in gesprek en het is heel vervelend dat die selectie nu zo is uitgepakt. Het is nog vervelender dat de gemeenteraad eigenlijk ook met zoveel woorden heeft gezegd, ja, dat hebben we niet helemaal goed in de gaten gehad, hoe die motie die maatschappelijke waarde zou moeten borgen is opgevolgd in die selectieprocedure. En dat dan als deze uitkomst er ligt, namelijk dat de WAR daar niet uitkomt, dat je dan weer moet wachten voor het volgende gesprek en voor er weer duidelijkheid komt en voordat de discussie daarover in de raad kan plaatsvinden, et cetera. En ambtelijke molens malen langzaam en dat blijkt maar weer. Als jullie bezwaar willen maken, moet je toch minimaal weten waar je bezwaar tegen moet maken en kun je dus inderdaad niet alles geheim houden. Nee, dat klopt. Diane, jullie gaan een aantal activiteiten organiseren de komende weken. Waar ga jij voor? Nou, ik heb het meest zin in het biolab om dat een beetje te promoten in de stad. En aanstaande zaterdag dan staan we op een aantal pleinen met wat bakfietsen. Dan hebben we het fablab bij ons en het biolab en een hoop muziek en andere dingen. En dan hopen we een heleboel nieuwe mensen te ontmoeten. Ja, om 1 uur op het Eemplein en om 3 uur op de Noorderwierweg. Emmauskerk. De Emmauskerk. En daar kunnen mensen dus zien wat jullie hier in de war al jaren doen. Ja, ze kunnen gelijk meedoen. We hebben microscoopjes, 3D-printers, al dat soort dingen hebben we bij ons. Zijn er verder nog belangrijke dingen in aantocht de komende tijd? Ja, we hebben een ontzettend vol programma in november. En ja, daar is eigenlijk alles leuk van. Een van de leuke dingen is dat we ons eetcafé weer opstarten, de Smullenpannen. Dat komt nu 2 keer per maand. En de rest vind je op de agenda op dewar.nl. Kortom, de WAR laat nog steeds van zich horen. Dat dacht ik wel.